Yo, de mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloed en nieuwe video op mijn kanaal GamesRule. En in deze video ga ik zoals beloofd mijn setup laten zien aan jullie. Waar ik elke dag eigenlijk zit om video's te maken in te gamen, gewoon voor mijn eigen plezier. Ik kreeg deze vraag echt super vaak van Dylan, laat je setup eens zien. Doe een setup video, laat je camera zien. Dus wij gaan vandaag mijn setup laten zien, dus let's go. We zijn natuurlijk bij mijn setup aangekomen en ik heb net natuurlijk even een mooi filmpje gemaakt van Yo Awesome van Close View, zeg maar. Maar ik ga nu stap voor stap uitleggen wat het is en wat er allemaal in zit en wat ik allemaal heb en hoe het heet. Trouwens, alles wat ik hier heb staan, waar ik het van nog kan vinden, staat in de beschrijving hier beneden. Dus check zeker even de beschrijving uit. We gaan beginnen bij mijn stoel. Dit is een stoel, het lijkt een beetje op een DX Racer, maar dan ja, zonder al die kussentjes en het merk zelf en het ziet er natuurlijk heel anders uit. Maar de vorm een beetje, het idee heeft een beetje hetzelfde. Het is een hele super chille, fijne stoel. Ik heb hem nu, wat zal zijn, 2 jaar ongeveer, denk ik. Misschien iets korter. Ik heb hem bij De Leen Bakker gehaald voor rond de 115 euro was hij toen, dacht ik. En hij ziet super chill. Hij is rood met zwart. Je kan hem ook gewoon helemaal zwart doen. Dus gewoon dat rode zwart is. En ja, hij zit heel erg chill. Hij is hier leer en hier stof. Dus het is, ja, het is gewoon, het is goede kwaliteit. Zoals je hier ziet is mijn leuning wel een beetje kapot. Dat komt omdat mijn oude bureau, zeg maar, dit is 1 plaat. Die andere bureau had, zeg maar, dat was een hoekbureau. En die had onder het bureau allemaal nog van die schroefjes om poten eraan te draaien. En ja, die schroefjes kwamen dus hier in mijn leuning. Want mijn leuning stond, ja, zoals je ziet, staat die iets hoger dan het bureau. Of net gelijk. En als je erop zit, is dit natuurlijk wat lager. Dus ja, daarom. Maar dus als je hem onder schuift, dan gingen mijn leuningen helaas kapot. Dat is wel jammer. Nog steeds, ja, de leuningen functioneren nog gewoon alleen. Het is een beetje kapot daar aan het gaan. Voor de rest, super chille stoel. Hij kan draaien zoals je ziet. En je kan hem ook omhoog wippen zoals je ziet met die handle. Dus super awesome chill stoeltje. Dit is in mijn hoek van mijn kamer. Dus waar naast de PlayStation. En hier heb ik mijn stopcontacten. Ik zal wel even uitleggen wat die 3 stopcontacten allemaal inhouden. Nou, de links is heel erg simpel. Dat is de internetkabel. Voor de PlayStation en de PC natuurlijk. De middelste is gewoon een iPhone opladen. En die... Dat is de stekker om al dit aan te laten gaan. Want daar zit al mijn stroom op aangesloten. Iets naar rechts. En daar zie je, zoals je hier ziet, mijn PlayStation 4. Dit is de eerste PlayStation 4 die uitkwam. Dus de oudste versie. En ik vind het persoonlijk nog steeds heel chill. Super awesome natuurlijk. Ik ben echt blij dat ik die heb gekocht. Alleen ja, er zijn nu nieuwe versies uit die stiller zijn. Die betere kwaliteit leveren qua SharePlay opnames. Nou, dat boeit mij niet zoveel. Maar vooral de koeling, want dat ding maakt een herrie als dat ding geen zuurstof krijgt. Dus ja, ik heb daar ook een raam zitten. Dus soms gooi ik dat raam gewoon open en dan krijgt dit mooie apparaatje natuurlijk weer wat verse lucht. En ja, dan gaan we verder naar de PlayStation. Je ziet dat ik hier 2 controllers heb. Ik heb een gouden controller. Dit is de versie 2, dus hier heb je hier nog een lampje in zitten. En dit is de versie 1 controller die gewoon bij deze PlayStation standaard bij zat. En ja, ik gebruik het niet echt meer. Ik wou gewoon een nieuwe controller en ja... Dat is deze gouden geworden. Ik dacht van fuck it, ik doe gewoon een keer een kleur wat gewoon best wel, ja, sick eruit ziet en niet normaal, zeg maar. Ga over vanaf de PlayStation naar mijn headset. Dit is mijn headset. Ik heb even het snoertje eruit gehaald, want ja, dat zat anders heel erg in de weg en zo. Hij is dus niet draadloos. De Astro A50 is wel draadloos. Dit is de Astro A40, de zwarte editie. En ja, dit is echt een super chill headsetje. Ik kan het wel even laten zien wat, zeg maar, heel vet aan dit headsetje is. Je hebt, zeg maar, hier een gaatje zitten. En daar kan deze microfoon in. Je kan hem dus eruit en erin doen. Maar je kan die klepjes er dus afhouden. Dus hij zit nu voor mij aan de rechterkant, zit het gaatje van het klepje. Dus hij zal bij mij, bij dit oor, zal de microfoon uitsteken. Wat er zo vet is aan de Astro is, je kan die klepjes dus eraf halen. Dus hier zit een gaatje in. En bij de andere kant zit geen gaatje in. Dus je kan die omwisselen. En zo. En dan zie je dat hier ook gewoon een gaatje in zit voor de microfoon. Dus dan kan je deze gewoon hierin zetten. Het is gewoon een magnetisch klepje. En dan heb je die microfoon opeens aan de andere kant zitten. En dat is super... Ik vind dat super vet. Want ja, je hebt ook gewoon headsets die dat niet kunnen. En ik vind dat wel chill. Want ja, vind je persoonlijk gewoon fijn om je oor of je microfoon aan de rechterkant te hebben. Dan kan je dat gewoon doen. Ik heb stoffen kappen. Dat is altijd... Dat zegt iedereen dat dat beter is. En ja, mij boeide niet echt. Maar leren kappen, dan zweet je heel erg. Dat is een beetje een ruk. De stoffenkappen zit ook gewoon heel zacht, heel chill. En je kan ook gewoon dit eraf halen. Kijk, het is gewoon met allemaal magneetjes aan elkaar. En dan klik je het er zo weer in. Het is heel erg vet.
Ja, je kan ook gewoon standaard bestellen hier. En ja, ik heb ook al een unboxing van dit headsetje gemaakt. Dus check zeker even de link in de beschrijving. Er zal de unboxing staan. En ja, daar ga ik wat meer in op de headset. En ja, ik vind het super sick. En ja, hij is niet draadloos. Dus je hebt ook een draad eraan. Dat is het enige ja, nadeel. Niet echt. Ik ben het wel gewend. Ik vind het niet echt erg. Maar anders moest ik hem de hele tijd op gaan laden. En dat vond ik veel irritanter. Je hebt dus hier de Astro A40 staan. En daar hoort dus bij de Mix M Pro. Dit is zeg maar een kastje. En ik krijg hier ook best wel veel vragen over van hoe kan je je PlayStation audio opnemen en tegelijkertijd horen. Nou, dit kastje is het antwoord. Ik kan door dit kastje mijn PlayStation tegelijk horen. Dat geluid is schieten, Call of Duty, wat dan ook. En mijn PC geluid. Dus als ik bijvoorbeeld een video kijk of muziek op heb, dan kan ik dat tegelijkertijd horen. Wat super awesome chill is. Want vroeger had ik een headset, een Triton, die gewoon geen Mix M Pro had. Dus niet zo'n kastje. Dus toen moest ik altijd mijn headset uit mijn PlayStation halen, wil ik geluid krijgen in mijn video's. En dan kon ik dus zelf niemand horen lopen tijdens de video. En dat vond ik best wel kut, daardoor ga je scores natuurlijk slechter. En ja, nu heb ik dit ding aangeschaft en nu kan ik het gewoon tegelijk horen tijdens streams en video's. En dat vind ik super awesome, dus ik ben zeker echt blij met deze afspraak. Ik heb een headset gehad en dan gaan we nu door naar mijn monitor. En als je zojuist ziet wat ik op mijn monitor allemaal heb staan, is een zonderentrekker. Natuurlijk, poh, mooie Mi Mac. Een bootje die ik van mijn moeder gekregen. Dit is uit zo'n surprise ei. Weet je wel, zo'n chocolade ei. Ziet er wel geinig uit. Ja, ik vond het wel geinig eruit zien. Dus die heb ik daar neergezet. Want ik dacht van, weet je, een beetje kaal. Maar ja, ik vond het wel geinig te staan. Ik heb trouwens twee BenQ monitoren. En dan ga ik even, we gaan nu naar de monitoren toe. Dit is de BenQ. En ik weet niet welke naam het is. Alles staat in de beschrijving, dus check uit. Het staat alleen BenQ op. Ik heb geen idee welk type het is. Ik weet wel dat het 24 inch is, zoals je hier ziet. En het is een super chill monitortje, alleen het enige nadeel is dat deze het nog niet doet. Het ligt niet aan de monitor, maar aan mijn PC. Want mijn grafische kaart, dat is zeg maar waar je je monitor op aansluit. Ja, die heeft dus een poort die niet werkt voor mijn derde monitor. Dus ik kan gewoon die monitor at the moment niet gebruiken. Dus ik ga een nieuwe grafische kaart kopen, zodat hij het wel weer doet. Maar ja, dat is een super chill monitortje. Het is mijn derde monitor. Ik heb hier twee van, ook één aan de rechterkant. Hetzelfde verhaal, alleen deze doet het wel. En ja, dus check. Oh, wat is gebeurd hier? Ja, dit ding zat dus trouwens ook in zo'n mooi eitje. Alleen ik vind. Volgens mij is legit dit de bedoeling. Maar ik weet niet. Het ziet er niet heel erg. Dat laat maar zitten. Nou, dan gaan we over naar mijn main monitor. Dus ik heb er 1, 2, 3. En mijn main monitor is een LG. En dit is het nummer. Ik dacht dat dit gewoon de naam is van de monitor. Maar ik heb gehoord dat deze niet meer gemaakt wordt. Het is een Duits merk. Een Duitse versie van LG. En persoonlijk, hij ziet er heel stuk uit. Hij heeft echt geen randjes gewoon. Geen, behalve hier onder één rand. En dat is echt chill. Het is een 27 inch, dus je ziet ook dat hij iets groter is dan mijn 24 inch. En ik vind het kapot chill beeldschermpje om op te gamen. Het is gewoon perfecte grootte, want je hebt een tv, dus iets, dus veel te groot vind ik. Een monitor, het kan, maar ik ben dit genoeg gewend en ik vind dit gewoon sick chill gamen. Een 27 inch monitor en twee 24 inch monitoren. Dus super awesome. Nou, dan gaan we even door naar mijn mooie webcammetje die je daar bovenop natuurlijk ziet. Dit is een Logitech C920 HD webcam. Dit is natuurlijk een super chille webcam. Iedereen heeft het bijna wel. De kwaliteit is gewoon in 1080p en ja, het is gewoon, je kan hem gewoon op je monitor zetten. Je kan hem gewoon afhalen. Hier kan je bijstellen hoe je wil buigen. Dus op elke monitor, tv, weet ik veel wat, past hij wel op. Dus deze webcam gebruik ik voor al mijn video's om op te nemen. En natuurlijk om te streamen. Super awesome webcam. Ja, hij kost wel wat meer geld. Ik dacht rond de 70 euro kost het niet nu. Maar het is een zeker awesome webcam. Nou, zoals je hier ziet heb ik mijn PlayStation games. Ik heb GTA, Infinite Warfare, Black Ops 3 en Rainbow Six Siege op disc. De rest heb ik allemaal gedownload gewoon op de PlayStation. Dus ja, daar liggen mijn games in het hoekje. Alles past precies gewoon eronder. Dus dat is super chill. Eerst had ik ook altijd mijn PlayStation nog eronder, hier ongeveer. Alleen ik vind hem hier wel chill staan en het ziet er gewoon sick uit. Want ik had eerst een hoekbureau en ja, daar past alles wat minder goed dan hier. Dus ik ben zeker blij mee met dit bureautje. Over bureau hebben, dit is trouwens mijn bureau. Het is een recht bureau. Ik had eerst een hoekbureau. Die poten daaronder zijn ook van het hoekbureau nog. Ik zal het linkje van dit bureau in de beschrijving zetten. Hij is 67 euro, dacht ik. Het is alleen een blad en ik vind dit blad er wel echt. Ik vind die kleur wel echt sick. En, ja, het ziet gewoon ja, donkerbruin, het ziet er wel sick uit. Je kan alleen het blad kopen, die poten erbij, die had ik zelf nog over. En het blad kostte dus 67 euro. Linkje zal in de beschrijving staan. Ga over naar mijn toetsenbord. Dit is een toetsenbord wat heel chill is. Ik hou persoonlijk niet van mechanische toetsenborden. Ik kan hier wel gewoon
Ja, je hoort het wel natuurlijk, maar het is niet zo heel mechanisch. En persoonlijk vind ik dat, ik vind het chiller. Want tijdens video's, streamen, ik haat dat geluid, jongen. En ja, het is gewoon een chill, stil toetsenbordje. Hij is van Sharkoon. Het is ook gewoon een best wel ja, redelijk merk die best wel goed doet, zeg maar. Skiller Pro Plus. En deze had ik volgens mij op gamepc.nl gekocht, dacht ik, bij mijn PC toen. En ja, ik heb er nog steeds geen spijt van. Hij heeft ook rode lichtjes natuurlijk. Je kan het instellen op welke lichtje je wilt. Dat download met zo'n cd'tje. En ja, super chill toetsenbordje. Hij heeft ook gewoon ja, best wel een sick design, though. Dit is gewoon, ja, wat is het? Een beetje... Ja, het is geen glas, maar het een beetje zo'n functie van een donker glas heeft het. Maar het ziet er sick uit. Je kan hier trouwens ook een niveau van je volume hard en zacht doen en ook uit. Dus dat is super nice. En ja, ik heb geen idee wat dit allemaal is. Ik heb hem nooit gebruikt. Ik denk dat dat voor gewoon Google is op homepage. Ik heb hem nooit gebruikt. Deze knop is ook niet. Hier kan je shortkeys op zetten en alles. Nou, super tof. Nou, naast je toetsenbord heb je natuurlijk ook een muis nodig om op je PC te kunnen. En deze muis heb ik al best wel lang. Ik denk al rond de 3 jaar of zo. Dus zoals je ziet, een draadloze muis. Ik persoonlijk vind dat super chill. Tijdens het game heb ik ook gewoon geen last van. Ja, ik weet dat... ik weet dat een muis met draad beter is voor gamen, maar ja, ik ben toch niet echt een ultieme PC gamer. En ja, die millisecondes, die LED die er maar in zitten, ja, dat boeit niet zoveel. Het is dus gewoon op een batterijmuisje. En het is wel een gaming muis, zoals je ziet, je kan je gewoon je sensitivity aanpassen met deze knop. Dit is dubbelklik, dat is heel geinig. Dus als je gewoon in plaats van 2 keer klikt op deze knop, kan je gewoon 1 keer op die knop drukken. En het heeft hetzelfde effect als 2 keer op... Gewoon de muisknop hier klikken. Nou, hij heeft een scrollding met klikjes erin, wat ik persoonlijk heel erg chill vind. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar er zitten van die ribbeltjes op. En ik had eerst een muis die dat niet had, dus dan, ja, dan draaide gewoon heet dit door in de game bijvoorbeeld als je moest scrollen. En dit is super chill. Ik heb ook een voor- en terugknopje erop zitten. Dus als je een pagina terug wil, klik je gewoon op die. En als je een pagina weer terug verder wil, dan ga je op die. Dus ja, super chill muisje. Ik vind hem ook best wel sick uitzien, dus... Hij is rond de 30 euro, was die linkje zal in de beschrijving staan als hij nog te koop is, want hij is al 3 jaar oud, waarschijnlijk is hij nog gewoon. Dus laten we doorgaan. Hier dus mijn setup staan, maar ik heb ook nog, ja, het hoort een beetje bij mijn setup. Dat is deze dozencollectie hier boven mij. Ik vind het persoonlijk, die flikkert er bijna af. Ik vind het persoonlijk er wel sick uitzien. Dit is natuurlijk van mijn muis, van mijn Elgato HD60, van mijn headset en mijn oude headset, dit is de Triton. Ik vind het op zich er wel vet uitzien, die boxen. Daarboven, dus ja, dan zit ik bijvoorbeeld in die hoek en dan kan je gewoon lekker naar die dozen kijken. Daar natuurlijk een mooie final shell. Jongens, we gaan over naar natuurlijk naar mijn PC, waar waarschijnlijk best wel veel vragen over zijn. Dit is trouwens Erik Cartman die mijn PC bewaakt, want hij kijkt boos en dan moet je voor oppassen voor die guy. Dus Erik, je doet het goed. Dit is trouwens, ja, mijn PC, het ziet er best wel sick uit. Deze kast persoonlijk vind ik, even natuurlijk, Erik even opzouten. Mooie rode lichtjes aan de onderkant. Het is niet heel fel, je ziet het ook niet heel goed. Dat vind ik wel jammer. Ik dacht van echt, als dat er echt uitspringt, dat licht zou vet zijn. Ja, ik heb het raam dus wel aan de andere kant staan. Want anders zou ik mijn PC daar moeten doen. En ja, het raam had toch dan geen zin. Dus ik zal even het raam laten zien. Zoals je ziet, er zitten mooie ook rood lampjes. Dus, er zitten dus ook mooie rode lampjes in. En kijk, voilà. Ik zal alle specs trouwens van mijn PC wel even in de beschrijving zetten voor hoever ik het weet. Want ja, ik heb deze gekocht op gamepc.nl en toen ik hem gekocht had, geen haat naar hun, maar het was echt een slechte PC, dat zeg ik je eerlijk. Ja, toen ik niet echt YouTube deed en 3 monitoren moest onderhouden en echt zwaar quality 60 fps gameplays moest runnen, dan was het nog te doen. Maar nu niet meer, dus ik heb hem geüpgraded. Ik heb dus even zien een lijpe koeler. Oké, de PC is ook heel stil door die koeler, dus let op, ik zal even geluid laten horen. Je hoort hem bijna niet. En dat had ik eerst wel hoor als hij opstart. En dat was heel erg luid, zeg maar. En ja, dat rode lampje, je ziet het gewoon weer boven het rooster. Het is gewoon sick hiervoor. En natuurlijk, mijn moederbord heeft ook een vet rode strip. Even kijken, kijk daar. Het ziet heel sick uit. Het is fucking sick. Een Asus moederbord. En ja, die vind ik leuk. Ik heb er ook een mooie tank erop gezet. Ik was naar het Lego Museum geweest. En dit is van papier en zo. Het ziet er wel sick uit. Of karton, weet ik veel wat het is. Ja, die bewaakt samen met Erik, bewaakt hij mijn PC. Dus goed gedaan, jongens. Dit is dus mijn box. Ja, ik heb hier 1 staan. En ik heb ook aan de andere kant 1 daaronder staan. En hier mijn subwoofer. En ja, ik gebruik hem niet heel veel. Ik gebruik nu die afstand. Dus sowieso gebruik ik hem niet heel veel meer om PC geluid te horen en muziek op te zetten. Maar af en toe vind ik het wel leuk om die bas nog een keer te horen van de subwoofer. Dus
Ze hebben een hele boxset op zich. Natuurlijk voor een YouTuber die ook in het donker wil gaan werken, moet je natuurlijk softboxen hebben. Nou, ik heb er 1, 2. Die staat nu even uit. Ik weet niet waarom, maar ik zal hem zo meteen misschien even aanzetten. Nou, hoppakaas, die staat dus ook aan. Ik heb geen idee meer hoe deze softboxen heten. Het maakt ook niet heel veel uit welk merk softbox je hebt. Er waren hier eigenlijk 3 van. Voor rond de 120 euro was het. En die derde was heel apart. Die was ook heel groot. Die had zo'n, zeg maar, zo'n microfoonstatief, zo buigding. En dan achter. Het zag er heel vaag uit. En ik had alleen eigenlijk die 2 nodig. Dus ja, ze zijn super chill. Ik gebruik ze altijd. Want tuurlijk, ik heb hier een greenscreen staan. Trouwens, voor de mensen die vragen hebben over wat voor greenscreen ik heb. Ik heb geen idee. Er staat geen merk op. Ik had deze bij een collega van mijn moeder gehaald. Die had hem over. Voor een paar tientjes of zo had ik hem gekocht. En ja, ik heb geen idee wat het is. Ik heb hem trouwens opgehangen aan haakjes. Dus ik kan er ook gewoon afhalen hier zo, hop. Zo, dan zet ik hem neer. En dan kan ik dit gewoon inklappen, zoals je hier ziet. Ja, het is super handig. Je kan ze gewoon eruit klappen. Hoppakaas. En je hangt gewoon weer, hop, je greenscreen erop. Dus dat is super chill, want eerst stond hij op de grond en dan ramde ik hem de hele tijd om met mijn stoel. En nu heb ik toch best wel wat ruimte met nog een greenscreen erachter. Dus super chill. Dus dan lopen we heel even naar de andere kant van het bureau. En dit is zeg maar waar de kamers allemaal zitten. Zoals je ziet lijkt het een hele grote bende daar, maar het valt mee. Normaal als je zeg maar die rekjes eronder niet had geplaatst, dan hingen al die kabels en al die stekkerdozen op de grond. Ik heb natuurlijk alles gewoon opgehangen. Zoals je hier ziet heb ik ook mijn Elgato H60 hier gewoon tussen gepropt. Het ziet er een beetje heftig uit, vooral hier, want ja, de PC heeft gewoon heel veel kabels nodig van... Helemaal van mijn PlayStation is natuurlijk helemaal weer hierheen. Dus die rekjes helpen mij gewoon lekker om alles van de grond af te krijgen. Dus ja, nee, we hebben hier gewoon veel space. Behalve die kabels van de softboxjes natuurlijk. Maar ja, die kan je er gewoon eruit trekken en dat maakt niet zoveel uit. En ja, ik vind het super chill. Zo zie ik mijn setup vanaf ja, eigenlijk mijn kamerdeur waar ik naar binnen kom eruit. Dus ja, het ziet er sick uit. Ik heb 2 ramen trouwens in mijn kamer. En ja, hier daar nog een Gaze Real pad natuurlijk. Lekker, dat is een hele oude pad, dat zeg ik eerlijk. Nou, prullenbakje hier, voilà. En ja, dit is eigenlijk mijn kamer waar ik elke dag zit. Nou, hier zo lopen we even naar de setup toe natuurlijk. En het ziet er, ik ben echt trots op hoe het er nu uitziet. Hoe ik ben begonnen is echt niet normaal. Ik zal hier wel even een fragmentje in beeld laten komen. Yo mensen, tof dat jullie kijken naar mijn roomtour. En in deze video ga ik dus mijn kamer laten zien. Ik neem het voor de 2e keer op, omdat ik niet al te lang kan opnemen op een of andere manier. Dan glitcht mijn hele Sony Vegas, dus I don't know. Maar laten we maar gelijk beginnen. Nou, dit is mijn kamer. Het ziet er, dit is zeg maar een beetje de kinderkant nog. En dit wordt langzaam echt een gaming setup. Ja, ik weet die monitoren zijn niet de nieuwste en de mooiste. Oh, daar ging mijn tv trouwens. Nou, dat was dus mijn oude setup video. Natuurlijk, die video staat op privé. En ik had toen ook echt gewoon een perfecte stem natuurlijk. Echt geweldig hoe die setup naar dit is gekomen. Natuurlijk veel sparen en de hulp van jullie is ook echt insane qua donaties. Hou ik zweer. Door jullie donaties heb ik natuurlijk gewoon monitoren kunnen kopen. Mijn PC kunnen upgraden. Mijn Astro A40 die gewoon 250 euro kost met die mixer. En dat is, ik persoonlijk vind dat wel extreem duur. En ja, zonder jullie was het allemaal niet geweest, jongen. Dan kon ik hier niet zijn, dan kon ik hier niet elke dag mijn best voor doen. Want ja, echt jongens, dan had ik gewoon in de Albert Heijn of zo moeten werken. Elke zaterdag of zo, ik weet niet wanneer je moet werken. En ja, dankzij jullie kan ik dat gewoon lekker doen. Mijn eigen ding, YouTube en jullie hopelijk leuke video's verzenden. En ja, dit was mijn setup video. Ik vond het best wel leuk om te doen. Ik had het altijd uitgesteld, want ik had nog niet mijn setup compleet zoals hoe ik het wou. En nu heb ik een nieuw bureau en ik dacht van fuck it, ik ga het nu ook gewoon doen. Nou, ik hoop dat jullie dus deze setup video natuurlijk mooi vonden. Vergeet niet zeker een blauw duimpje omhoog te doen als je deze setup video leuk vond en mooi vindt. En als je wat tips hebt hoe ik bijvoorbeeld die kabels beter kan doen of weet ik veel wat je ziet van je kan beter dit onderdeel in je PC nog doen of dat. Laat dat gerust achter in de comments, want ja, dan kan ik dat gewoon lezen en dan kan ik dat gewoon misschien uitvoeren. Want sowieso, mijn PC moet nog een SSD in en er moet nog een goede grafische kaart in. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, jongens. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later mensen.